Yo mensen, mijn naam is Joel en ik maak video's voor YouTube. Ja mensen, fijn dat je kijkt naar de derde video van mij, die gaat over de eliminatie. De reden waarom ik deze video ga maken is eigenlijk puur om het feit dat ik de laatste tijd zoveel reacties binnenkrijg en ik zie het zo vaak gebeuren om me heen. En daarom dacht ik van ja, het is gewoon weer tijd om een video te maken over de eliminatie. Dus gisteravond was ik even op YouTube aan het kijken en iemand stuurde mij een bericht. In dat bericht stond eigenlijk dat ik op de frontpage van YouTube moest kijken, dus ik ging eventjes gauw naar de homepagina toe. En toen ik naar de homepagina van YouTube ging, zag ik dus dit. Ja mensen, jullie zien het goed. Dus jullie zien die persoon een teken doen van de eliminatie. Ik weet niet waarom hij dat doet of ja, wat de reden daarvoor is, maar heel vaag dus. Maar mensen, eventjes algemeen over het jaar 2012. Begon dit jaar goed? Ik bedoel, check dit. In BB, Arkansas, birds falling dead from the sky on New Year's Eve for the second year in a row. Birds are falling from the sky. Ja mensen, jullie hebben het goed gezien. Jullie zien dus beelden dat er zoveel vogels zijn doodgegaan en niemand weet waardoor. En niet alleen vogels mensen, ook andere dieren zijn het slachtoffer geweest. Zo heb ik laatst gelezen dat er ook 20 zeehonden hier in Nederland zijn aangespoeld en niemand weet waarom. In ieder geval, het jaar 2012 begon dus eigenlijk heel vaag. En lieve mensen, over vaag gesproken, ook heb ik gelezen dat ze in Amerika gewoon kampen aan het bouwen zijn en niemand weet waarom. Sommige mensen zeggen dat het concentratiekampen zijn. Ik bedoel, als je nou kijkt naar deze bakken, ja jullie zien het goed. Deze bakken maken ze dus op die kampen en hier kunnen dus eigenlijk mensen in liggen. Mensen, het is niet één bak die ze hebben gevonden, het zijn miljoenen bakken. Bij bepaalde kampen lopen ook zeg maar treinrails. In ieder geval 2 maanden terug gebeurde dit in Amerika. Ja mensen, zien wij dat nou goed? Gewoon tanks die rijden op die treinrails. Ik bedoel, waarvoor hebben die nodig en waar gaan die naartoe? Niemand weet het. Zelf weet ik niet waarvoor ze die tanks daar naartoe sturen. Misschien zijn ze aan het voorbereiden voor een oorlog of ik weet niet. Dus dat scheidt me. Maar mensen, Amerika is ook met andere dingen bezig. Ik bedoel, laatst was Amerika bezig met een training waarin ze zich eigenlijk gingen voorbereiden op een invasie op iets. Ik bedoel, check dit. We begin with a story that you'll only see online tonight. The LAPD and elite military units conducted extraordinary counter-terrorism training in the skies above downtown LA tonight. Indeed, Rick, what we saw tonight is something you normally do not see over the skies of Los Angeles. We can take you live outside, give you an idea where all this was going on over downtown Los Angeles and in the area surrounding it. Special military operation forces in conjunction with the LAPD conducting some military maneuvers that had many people wondering what is going on. Ik bedoel, midden in de stad zo'n training gaan uitvoeren. Waarvoor? Zijn ze gewoon... Ik snap het niet. Ik snap het echt niet, mensen. Ook mensen heb ik heel veel reacties gekregen over Rihanna. Ik bedoel, de manier waarop zij zingt en wat zij uitbeeldt. Weet je, het is gewoon hartstikke slecht wat ze doet. Neem bijvoorbeeld de clip Umbrella. Ik bedoel, check dit. Look closely at Rihanna's hair. If her head is fully bowed, then shouldn't all of her hair be leaning down towards the ground? Top of head, horn, snout, mouth. Ja mensen, jullie zien het goed. Ze doet een of andere rare beweging met haar en je ziet gelijk wat voor beeld ze wilt uitstralen daarmee. Eigenlijk dus gewoon de Satan met horens en ik weet niet wat ze daarmee bedoelt, maar het is in ieder geval niet goed mensen. Ik bedoel niet alleen Rihanna hoor, check Lil Wayne wat hij op zijn pet heeft. Ik bedoel, zien jullie dit? Gewoon een omgedraaid kruis op zijn pet? Waarom? Oké mensen, over muziek gesproken. Neem maar bijvoorbeeld MTV. Moet je eens eventjes kijken naar deze reclame van MTV. Ja mensen, wat ik heb gezien is een aantal piramides met ogen erin, een aantal horens en ik weet niet waar ze mee bezig zijn, maar het ziet er niet echt goed uit. Maar zijn we klaar met MTV? Nee, zeker niet. Zo heeft MTV ook een andere reclame. Ja mensen, in de volgende beelden laat ik jullie wat zien en ik weet niet wat ze daarmee bedoelen, maar zijn ze ons aan het voorbereiden of iets of weet niet. Beslis jij het maar. Thank you.
mensen, jullie zagen het. Ik denk dat ze daarmee willen laten zien van, zal de geschiedenis zich ooit herhalen of zoiets in die zin? In 1971 hebben ze eigenlijk uitgevonden dat je ook bepaalde nummers kan maken. En als je dat nummer om zou draaien, hoor je een hele rare tekst erin. Ik bedoel, de andere helft van je hersenen die kan het omdraaien en de andere helft denkt van, ja, oké, dit is gewoon normale muziek. Zo heb je heel veel nummers gehad waar mensen helemaal door beïnvloed konden raken. Maar Jay-Z heeft het ergste gedaan. Ik bedoel, check dit. Een pastoor in de kerk vertelt je nu daar wat over. Jay-Z. H to the Izzo, V to the Izzy, Jehovah God, that's what he calls himself. He believes that he is God, and he believes that Jesus Christ is not the Son of God. He believes that the black man is God. But this is Jay-Z, and he had an album called The Black Album, and of course these guys release songs, you know, underground, and they do this kind of stuff, and we just happen to come across a very disturbing song by Brother Jay-Z. It's a song that he actually recorded and has a backwards message in it, and we have to reverse the song and play the song backwards. This brother has a very disturbing message in this song. I'm gonna let y'all hear it. Can I let y'all hear it? Y'all listen. 666. Murder of Jesus. Six, six, six. 666. Murder, Jesus. Maar mensen, over pastoors gesproken. Neem bijvoorbeeld de paus. Wat hij hierop uitbeeldt is eigenlijk het teken van de Satan. En waarom zou hij dat doen? Hij is toch gelovig? Of toch niet? Maar mensen, vinden jullie ook niet dat bepaalde films een hele rare trailer hebben? Ik bedoel, check deze trailers eens. Ik liet jullie net een trailer zien van The Hunger Games en The Divided. Ik weet echt niet wat ze daarmee bedoelen, maar ik denk dat het een soort van blik is voor ons hoe onze toekomst er later uit gaat zien. Of zoiets in die zin, denk ik. Ik weet niet of jij het illuminatie vindt, beslis jij het ook maar. Maar mensen, neem bijvoorbeeld de tekenfilms, neem bijvoorbeeld Disney. Moet je eens kijken naar dit logo, jullie zien het goed. Gewoon 666 in het logo van Disney. Vaag toch? Ik bedoel, check dit eens. Kinderen van 10, 11, 12, 13, 14, ik weet niet hoe oud je bent, maar mensen kijken hiernaar en dan zien ze dit. Vaag toch? Maar mensen, niet alleen maar films hoor. Neem bijvoorbeeld Endemol. Ik bedoel, ja mensen, jullie zien het goed. Gewoon een oog. Vaag toch? Ook een paar weken geleden heb ik een berichtje gekeken dat ik moest kijken naar een RTL nieuwsuitzending omdat ik dan het intro moest bekijken. Toen ik het intro zag, wist ik eigenlijk niet wat ze daarmee bedoelden. Maar uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat ze daarmee bedoelden dat de wereld zeg maar in een soort van gevangenis of ik weet niet ergens in zit en het ziet er heel vaak uit. Ik bedoel, check dit. Hiermee bedoelen ze dus eigenlijk dat de wereld in een soort van, ja, hoe zeg je dat, kooi zit. Ik bedoel, dat we niet vrij kunnen zijn. Ik bedoel, dat kunnen we helemaal wel. Of neem maar bijvoorbeeld de iPhone. Ik heb het al eerder verteld over de iPhone, maar check deze reclame is van Apple. There's an app for that. If you want to read an MR. Zagen we dat dan goed? Gewoon een oog in de reclame van Apple? Vraag toch? Of check bijvoorbeeld eens de apps. Ik bedoel, check dit. Jullie zien het gelijk al. Ik hoef niks meer te vertellen. En de illuminatie is letterlijk overal. Ook merken, logo's, het teken 666. Ik bedoel, check eens eventjes deze beelden. Zoals jullie zien, bedrijven, merken, noem maar op, overal is het eigenlijk. Zo was ik laatst ook in Breda en toen hadden ze een aantal posters geplakt. Ik bedoel, check eventjes dit. Jullie zien nou goed, twee posters waarin ze dus eigenlijk een soort van houseparty of iets willen bekendmaken. Maar ja, de manier waarop ze dat bekendmaken lijkt me heel erg een beetje op de illuminatie. En deze posters zien je echt overal in de stad. Ja mensen, als je toch niet weet, ik ben gelovig en ik ga elke zondag met plezier naar de kerk. En ik lees ook graag uit de Bijbel. En in de Bijbel staan ook heel veel tekenen beschreven wanneer de eindtijd zich zou aanbreken. En zo had ik ook een keer iets gelezen waarin stond dat ze ook horengeluiden zou horen over heel de wereld. En bedoel, check dit, dit is ook beschreven in de Bijbel. Strange sounds being heard in the atmosphere. I've heard that Jesus is coming back. I've heard that it's 2012, the world is ending.
This phenomenon stretched beyond North Battleford. Similar experiences were reported in Saskatoon, northern Saskatchewan, and parts of the U.S., even in Europe. Ja mensen, jullie zien het goed. Over de hele wereld horen mensen een horend geluid of ze horen iets uit de lucht. En ik was laatst ook naar mijn werk aan het fietsen afgelopen zaterdag en toen hoorde ik precies hetzelfde. Ik heb het helaas niet kunnen filmen, maar als ik het had gefilmd had ik het zeker gedaan voor jullie. Ja mensen, we zijn gekomen aan het einde van de video. Mensen, de bedoeling is dat ik jullie echt niet wil bang maken en dat ik jullie eigenlijk gewoon puur wil wakker maken dat zulke dingen ook gebeuren over de wereld. Ja mensen, heb je nou ook informatie of ben je in aanraking gekomen met de illuminatie? Stuur eventjes een aantal berichtjes of bewijsmateriaal naar mijn YouTube persoonlijke bericht, mail, inbox, weet ik veel wat. Stuur het daar naartoe. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken en graag tot volgende week met een nieuwe video. En wees wakker en bedankt voor het kijken. Ciao! Ik hou van jullie.